Goedemorgen, het is vandaag 5 december, oftewel Sinterklaas en uiteraard Vlogmas dag 5. The most famous reindeer of all, Charles. Rudolph the red-nosed reindeer, had a very shiny... Goedemorgen, we hadden vandaag een planning waarom we op tijd op zijn op de zondag, dus naar de stadswerf, maar toen ik mijn gordijn optrok... Zeggen we dat paps al weg was. Dus die is dus alleen gegaan. Maar het zoutje ongeregeld is wakker. Ik heb amper geslapen vanochtend, maar dat maakt niet uit. Ik ga het koffie zetten beneden. Er is nog iemand die graag koffie wil. Dus dat. Ach. En inmiddels is het avond en volgens mij heb ik tussendoor niks meer gevlogd. Ik ben bij de fysio geweest. Ik heb die fysio nog net niet vervloekt. Oh, de jongens, deze jaar ging vol op die schouders te knijpen en doen. Dat was niet leuk. Daarna ben ik heel even met Tom bij mijn opa en oma geweest. En daarna zijn we allebei even terug in bed gekropen en gaan slapen, want we waren doodmoe. Tenminste, ik was doodmoe. Dus dat. Toen ben ik inmiddels weer naar huis. Ik heb avond gegeten. Ik ben nu vlogs aan het kijken van K3. Ik ben net eventjes de serie van Julia aan het kijken. Met de dingen die ze gelijk heeft gedaan na K2 zoek K3. Dus dat eigenlijk. Ik ga heel even wat drinken beneden. Daar ga ik even douchen. Mijn haar moet even gewassen worden, want het is echt vies vet. Dus dat doe ik heel even onder de douche. Morgen moet ik werken. Dus ik ga ook niet al te laat slapen. Maar het is nu al 10 uur. Dus ik wil wel een beetje opschieten. Dus ik ga even gauw wat drinken. Dan ga ik douchen. En dan duik ik ook mijn bed in. En ik ga de camera opladen, want die is leeg. En ik moet morgen wel vloggen. Trouwens, laat even weten wat jullie van de vlogs vinden nu. Want ja, ik kan gewoon heel weinig. Weet je, ik zit met mijn arm... Ik zit een beetje te kloten met werk elke keer. Ik doe verder niet zo heel veel op de dag. Het is echt wel een beetje een rot vlogmas dit jaar. Het is überhaupt een rot jaar. Maar goed, maakt niet uit. Er komen vast nog leuke dingen aan. Ik ga de vlog eindigen. En de camera opladen. En de rest doen. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog.